Vanavond is het weer zover. De jaarlijkse Kuiparade in Groningen. Alle studentenverenigingen uit Groningen presenteren zich vandaag aan de eerstejaars. Go! Waarom ik groen ben? Ja. Wij zijn hier allemaal leden van Descartes. Ja. En vanavond zijn we z'n als groene mannetjes in de optocht. Oké. Okay. Vanavond zijn we allemaal groen. Is het wel een beetje afwasbaar? Ja, zeker afwasbaar. Komt er goed. Ik ga morgen pas douchen, maar vanavond gaan we ook gewoon groen feesten. Daar sta je dan. Lekker in Groningen met je bikini op z'n. Ja, super. Wij zijn met z'n allen. Dat maakt het leuker. Ja. Oké, okay, maar vertel. Wie zijn jullie? Wij zijn Surfaces, de windsurfvereniging. Oké, okay, en waarom zou men zich bij jou moeten aanmelden? Omdat we een hele gezellige vereniging zijn en we doen ook aan windsurfen, wat gewoon een heel leuk sport is. Ja, wij lopen hier voor ESN, Erasmus Studentennetwerk. En dat is een stichting die zich inzet voor internationale studenten in Groningen. Die kunnen ook lid worden, meedoen aan activiteiten, veel feestjes, ook serieuze activiteiten. Ja. Ook om de integratie tussen Nederlandse en internationale studenten te bevorderen. We zijn nu klaar met de parade. Wat vond je ervan? Ik vond het heel erg leuk. Ja, echt ontzettend. Oh, ik spotte jou net op een Audi. Ja, dat klopt. We hebben hier de cabrio en daar zat ik net bovenop als zonnegodin. Een zonnegodin op een Audi. Ja, ja, heel modern toch? Wij zijn van Cleopatra en wij hebben allemaal de oude Egyptische wezens die hier rondlopen. En ik ben dus de zonnegodin. Oh, je bent niet alleen verkleed als Cleopatra. Kan je je ook een beetje identificeren met de mooie dame? Nou, Cleopatra was wel een beetje een soort van vrouwelijke dictator, geloof ik. Dus misschien niet helemaal, maar ik vind haar look wel heel leuk.